willen met deze Oog per Dag bereiken dat meer mensen weten dat er vaak iets te doen is tegen kanker. Kanker is in principe een dodelijke ziekte. Maar een ziekte waar steeds vaker iets aan te doen is, te behandelen is. Niet alle vormen van kanker zijn te behandelen, maar de meeste wel en in toenemende mate. Daarnaast willen we laten zien wat er allemaal kan gebeuren om kanker te genezen of zo goed mogelijk te behandelen. Deze open dag krijgen mensen een unieke kans een kijkje achter de schermen te nemen. Om te zien hoe een bestralingsapparaat werkt. Om te zien hoe een operatiekamer eruit ziet. Om misschien zelf te oefenen met opereren op een pop. Of te kijken hoe moeilijk of hoe makkelijk hechten is. Het doel daarvan is om mensen meer vertrouwd te maken met het ziekenhuis en wat er te doen is tegen kanker. Ik vind het een goed initiatief om kanker zeg maar, toch een beetje dichter bij de mensen te brengen. Het is allemaal zo, kanker is zo angstwekkend. Hè? En op dit gebied is het, wordt het een beetje toegankelijker ook voor iedereen. Ik vind deze dag heel erg interessant dat ik kennis kan maken met verschillende afdelingen, hoe het gedaan wordt. Ik vond het leuk dat er zo'n open dag voor kanker was en dat er allemaal rondleidingen waren. En ja, ik vond het op zich wel grappig, zo'n open dag. En ik wist nog niet zo heel veel over kanker, dus vond ik wel heel leuk. Nou, we hebben al heel leuk een 3D-foto van onszelf kunnen maken. We hebben een mooie rondleiding gehad over DNA-onderzoek. Ik vind het eigenlijk heel leerzaam. En ik raad het iedereen eigenlijk ook aan om het te doen. Om gewoon te komen kijken. Kanker komt ontzettend vaak voor in Nederland en dat betekent dat we bijna allemaal te maken krijgen met kanker in onze naaste omgeving. Als je met een patiënt die kanker heeft of heeft gehad praat, is het makkelijker daarover te praten of minder moeilijk wanneer je weet waar iemand naartoe is geweest. Wanneer je weet hoe zo'n operatiekamer eruit ziet. Wanneer je weet hoe die chemotherapie gegeven wordt en wat dat betekent. Dat willen we laten zien met deze open dag.